Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki voert gesprekken met Halliburton Group. MAS organiseert wederom dit jaar MAS Excellence Award. Staatshoofd bespreekt SLM-situatie en officiële opening Borstvoedingsweek. President Chandrika Prasad Santokki ontving recent een delegatie van de Halliburton Group op het kabinet van de president. De Halliburton Group is een van de werelds grootste leveranciers van energieproducten en diensten. CEO Jeffrey Miller en zijn team zijn in Suriname om de mogelijkheden voor uitbreiding van hun operaties te verkennen. We hebben een hoog bezoek eigenlijk. De president en CEO van Halliburton, meneer Miller, is op bezoek met zijn vice-president. Eigenlijk geeft dit aan dat er veel interesse is voor Suriname, want de president van Halliburton komt niet zomaar naar Suriname. Dus hij heeft aangegeven dat hij investeert. Hij heeft een wat men noemt een mud plant en een cementing plant. Dat zijn materialen die je nodig hebt om bronnen te boren in de offshore. Die staan nu al in Suriname, dus ze werken al in Suriname. En ze zijn 40 jaar bezig geweest met ons op Saramaca, kleine schaal. Dus nu gaan de grote gebeurtenissen komen. En ik denk dat hij verwacht dat er een hele grote business gaat ontstaan in Suriname. En hij wil dan het persoonlijk zien. Dus het is een teken dat Suriname op weg is om heel erg belangrijk te worden, ook voor deze hele grote maatschappijen. U kunt het opzoeken. Dit zijn maatschappijen die miljarden, tientallen miljarden dollars verdienen per jaar. Dus ja, Halliburton is wat men noemt een van de twee grootste service companies voor de olie- en gasindustrie. De president heeft natuurlijk gevraagd dat er zoveel mogelijk vanuit Suriname wordt gedaan. De local content, altijd belangrijk. En aangegeven dat Suriname zich altijd aan contracten houdt, afspraken. En dat de business environment prettig is in Suriname. Was grappig, een van die mensen vertelde ook dat hij met zijn familie naar Suriname is gekomen. En eigenlijk opdracht had gehad om naar een ander land te gaan. Om van daaruit eigenlijk te opereren. Maar dat zijn familie heeft aangegeven dat ze het prettiger vinden in Suriname. Dus het zijn kleine dingen dat wij Surinamers toch, weet je, die friendliness van ons, vriendelijkheid en alle lekker eten hier in Suriname, dat we wel iets hebben in Suriname dat we kunnen aanbieden, los van business, dat ook belangrijk is om mensen hier in Suriname te houden. Dus ja, dus de local content is erg belangrijk. Dus we hopen dat veel gaat gebeuren. U begrijpt, Guyana is een beetje voor op ons. Dus ze hebben al veel equipment in Guyana staan. En wij vragen ze eigenlijk dan om veel uit Suriname ook te doen. En eigenlijk diezelfde fabriekshallen ook in Suriname op te zetten en service vanuit Suriname te verlenen. Kijk, zij doen, als er bronnen worden geboord, dan doen ze allerlei services eromheen. Eigenlijk de laatste, kilometer aan drillstrings, zijn allemaal apparaten die metingen doen in die bron. En dat komt van deze service company, Halliburton, die andere heet Schlumberger. Dus dat zijn de twee grote maatschappijen. En zij meten eigenlijk alles in de bron. En ze servicen ook de bron. De mud die nodig is om ervoor te zorgen dat die bron niet in elkaar klapt. Want hij houdt die bron uit elkaar. Wordt ook door hun gemaakt. Wordt hier op een haven gemaakt. En naar de offshore gebracht. En cementing. Als de bron eenmaal is afgerond. En tijdens het boren wordt cement in de bron gepompt om alles op zijn plek te houden. Dat wordt allemaal. Is big business. Kost veel geld. En we willen dat een deel van dat geld in Suriname blijft, doordat het van hieruit gebeurt. Ja. Dus hij is natuurlijk hier zelf komen kijken.
Hij gaat nu naar de haven waar zijn fabriek staat. De twee fabrieken voor de mut en voor de cementing. En hij is vast van plan om dat uit te breiden. En kijk, al die tools die je in die bron gebruikt, een kilometer aan tools, wat ik net vertelde, moet ook geserviced worden, moet onderhouden worden. Het versleet, het moet gemaintained, onderhouden worden, ja, maintenance. En dat kan ook in Suriname gebeuren. En we hebben een raffinaderij, soortgelijk equipment, wordt ook onderhouden al in Suriname. Dus hij praat over wat men noemt een machineshop, waar eigenlijk alles weer opnieuw wordt geslepen, alles wordt in A1-conditie wordt gebracht om naar de volgende bron te gaan. Dus dat gaat gebeuren in Suriname nu. De Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, voert dit jaar wederom het MAS Excellence Award Project uit. De overal best geslaagden van diverse MULO en LBO scholen komen in aanmerking voor een laptop. Vandaag was het de beurt aan het district Para. Is in het kader van onze corporate social responsibility. Dat betekent met zoveel woorden dat we teruggeven aan die gemeenschap als bedrijf. Als bedrijf zitten we midden in die gemeenschap, we werken in de gemeenschap, we werken met mensen. En dan zijn er van die momenten dat je dus dan teruggeeft. En daar hebben we samen met het assembleelid B toen, dat is jaren geleden, dus zijn we gestart met dit project. MAS Excellence Award, waarbij we dan de best geslaagden, dat we ze eigenlijk waarderen en eigenlijk dat we ze stimuleren om excellent te blijven presteren. Maar dan niet alleen de best geslaagden, maar eigenlijk alle geslaagden. En dat het ook mag zijn een stimulans voor zij die niet geslaagd zijn, dat ze ook hun best blijven doen, dat ze niet opgeven, maar dat ze doorgaan. Want er kunnen omstandigheden zijn dat het een jaartje niet lukt, maar dat je door blijft gaan, weet je, om excellent te presteren. Dus om excellente prestatie te stimuleren, om jongeren en ook de ouders te zeggen, ga door, blijf presteren, blijf de kinderen bemoedigen dat ze door kunnen gaan. Want als u kijkt in het logo van de MAS staat striving for excellence. Want als bedrijf, we staan niet voor middelmatigheid, maar we gaan voor excellente prestaties. Het kan soms fout gaan, het kan soms verkeerd gaan, maar dan gaan we corrigeren. En dat vragen we dan ook voor iedereen in die gemeenschap, dat je excellent blijft presteren, niet middelmatigheid. En daarom hebben we ook het spel gedaan met die kinderen, waarbij we zeggen van als je een 6 kan halen, kan je niet tevreden zijn met een 5. Als je een 10 kan halen, kan je niet tevreden zijn met een 9. Dus dat is eigenlijk wat we proberen te stimuleren met dit project, maar bovenal ook teruggeven aan die gemeenschap. Omdat we midden in die gemeenschap staan en we willen excellente prestaties stimuleren. Dus hebben we gezegd van we gaan dus met die gemeenschappen, we gaan met de scholen bezig zijn. En eigenlijk kijken we met name naar districten waar er nog geen activiteit is. Toch? Daar willen we in die districten dan iets opzetten voor die kinderen om ze te stimuleren. Maar vooral, we kijken eigenlijk ook in de districten waar MAS een footprint heeft. We hebben hier in Para, we hebben de havens hier, we hebben een paar havens hier in Para. Onze schepen komen naar hier. We werken in dit district, dus dan komen we ook hier. We gaan overmorgen zitten we in, morgen zitten we in Marowijnen op Mungo. Dus daar zijn we ook daar, want er is ook een haven daar waar onze schepen naartoe gaan. We gaan dan naar Kommerwijnen. We varen door die Kommerwijnen rivier, er zijn ook havens in Kommerwijnen. En dan sluiten we dit jaar het project af in Apura. Dus daar we zijn in Apura, dat moet zijn dinsdag, zitten we dan in Apura. Om dan ook die kinderen daar, om ze dan ook verder te motiveren. Ik ben heel blij met die award. Ik ben heel blij met die award. Ik ben heel trots om eerst de overal beste van Para te zijn. Het is een eer om de beste van Para te kunnen zijn.
En het was wel een verrassing, maar ik ben heel blij om dit moment. Het is heel belangrijk. Ik ga daar op mijn middelbare school werkjes doen. Al mijn scripties, alles wat ik moet invoeren, ga ik dan daarop doen. Het gaat me dan heel veel helpen in de middelbare school. Ik zou zeggen, al word je een beetje gedemotiveerd, geef niet op. Net als die leerkrachten van Milo Onverdag zeggen, you get what you work for. Als je die motto daar kan volgen, denk ik zeker dat je het kan halen. Misschien niet als de beste, maar toch wel je kan slagen. En dat je toch met al je achievements trots op jezelf moet zijn. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM werkt eraan om op korte termijn weer operationeel te zijn op de Mid-Atlantische route. De opties hiervoor zijn op maandag 6 augustus besproken met president Santokki en een clusterteam van ministers. SLM-directeur Stephen Gonish heeft samen met de Raad van Commissarissen enkele toekomstplannen gepresenteerd. Was dat we met de president en het team van clusterministers ook van gedachten zouden wisselen. Als het ging om het stukje vloot en de invulling van vloot op de Amsterdam-operatie. En natuurlijk hoe de financials et cetera, eruit zien. En op welk termijn de SLM denkt om een eigen vliegtuig weer in operatie te kunnen hebben. Als je met de president praat, dan kijkt hij natuurlijk naar het heel plaatje van de SLM ook. Dus in een nutshell hebben we dat ook gelijk meegenomen. Waarbij heel snel... Eigenlijk hebben we laten zien van waar gaan wij naartoe met de SLM in de komende periode, 24-26. En wat zijn een beetje de highlights in deze 3 jaren die voor ons liggen. En ik denk dat er mooie ontwikkelingen voor ons liggen. Ik wil zeggen voorzichtig betere resultaten als bedrijf. En natuurlijk is daar zijn we dan ook hiervoor geweest om weer een van de benodigdheden om dat te kunnen bewerkstelligen, de betere resultaten, is het hebben van een dry-lease vliegtuig, ook op de Amsterdam-operatie. SLM is een commercieel bedrijf, dus ze willen zo snel als mogelijk, als het kan, natuurlijk in de blauwe cijfers komen. Dat is een goed streven van ons en daar werken we aan met alle actoren die daarbij betrokken zijn. Verder natuurlijk maken we wat commerciële slagen. We hebben een nieuwe commercieel onderdirecteur niet zo lang in dienst genomen. En met ons team SLM'ers gaan we dan verder timmeren aan de weg om veel meer... connectiviteit teweeg te brengen voor de mensen, een betere service te blijven geven. En natuurlijk ook kijken hoe kunnen wij met partners ook verder groei en connectiviteit verbeteren. Wij komen in de komende dagen weer bij elkaar, omdat de SLM nog wat verdere exercities zal maken, die door de president en het clusterteam zijn gevraagd, om dat te doen, om ze wat beter inzicht te geven in bepaalde zaken. En dat doen we de komende dagen. En het is de bedoeling dat wij tot... besluitvorming komen samen, hoe wij verder gaan. Men kijkt even naar een meer gedetailleerde becijfering en natuurlijk een beetje beter ingezoomd worden op de opties die er zijn, de harde opties die we hebben. En dat is wat we nu hebben gepresenteerd vandaag, maar er zijn wat inzichten die we meenemen uit de vergadering vandaag en die we dan ook natuurlijk verwerken in de presentatie en dan een update voordoen. Nou, opties als het gaat om de verschillende dry-lease opties voor de vliegtuigen en kijken naar nieuwe opties die er nog liggen en waarmee we nu nog bezig zijn. En aan de hand daarvan ook natuurlijk de updates brengen in de presentatie die we vandaag hebben gehouden. Dus dat gebeurt in de komende 2-3 dagen. De borstvoedingsweek wordt jaarlijks van 1 tot en met 7 augustus herdacht. Dit ter bescherming, promotie en ondersteuning van borstvoeding geven. Tijdens de officiële opening van de Wereld Borstvoedingsweek heeft tevens de opening van de borstvoedingskamer in het Militair Hospitaal plaatsgevonden.
De kolfkamer is bestemd voor de moeders die werkzaam zijn in het militair hospitaal en de moeders die op consult komen met hun baby. Onder aanwezigheid van de algemeen directeur, luitenant-kolonel Dr. Anders Chevron Terborg, de UNICEF-representative, Mr. Nicolas Pron, de onderdirecteur administratieve diensten van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, Sharon Sarijan, en andere belanghebbenden is de Kamer op 5 augustus jongsleden formeel geopend. Wereldborstvoedingsweek is een wereldwijde campagne om het bewustzijn rond borstvoeding te vergroten. De Borstvoedingsweek wordt jaarlijks van 1 tot en met 7 augustus gehouden ter bescherming, promotie en ondersteuning van borstvoeding geven. Het thema van dit jaar is Closing the Gap, Breastfeeding Support for All. De onderdirecteur administratieve diensten van het BOG, mevrouw Sharon Sarijan, benadrukte dat elk kind het recht heeft op gezonde voeding. Zij vindt dat wij samen moeten werken aan een borstvoedingvriendelijke eerste levensjaar van onze baby's. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.